Dag, synthetische gassen is een examenvraag van het herexamen HAVO 2011. En dit filmpje gaat over die vragen 16 tot en met 22. Bij vraag 16 moet je uitleggen in welke stoichiometrische verhouding koolstofmonoxide en waterstof moeten reageren om methanol te maken. Nou, misschien dat je het woord stoichiometrische verhouding wat moeilijk vindt. Dat betekent eigenlijk gewoon in welke molverhouding die stoffen reageren. Dan gaan we de reactievergelijking opstellen. CO, koolstofmonoxide en waterstof H2 moeten reageren tot methanol, CH3OH. Als je daar een kloppende vergelijking van wil maken, dan moet er een 2 voor de H2. En dan hebben we hier de juiste vergelijking. En je kunt daar zien dat er 1 mol CO reageert met 2 mol waterstof. Vraag 17 dan. Hier moet je uitrekenen hoeveel ton methanol uit 5 ton synthetisch gas gemaakt kan worden. En dan staat er bovenop dat het rendement is 68%. En je mag ervan uitgaan dat die twee in de juiste verhouding gemengd worden. Nou, kijk je naar de reactievergelijking, dan zie je dat uit twee stoffen één stof ontstaat. Dus in theorie kan er uit 5 ton van deze stof, dus deze gas, of mengsels natuurlijk, 5 ton methanol ontstaan. Dat is theoretisch. Praktisch lukt dat niet, want er is een rendement van 68%. Dat betekent dat ik 68% van die 5 ton moet nemen. Dus 68 gedeeld door 100 keer 5. Dat levert 3,4 ton op. En dat is het antwoord op deze vraag. Kunnen we naar 18. Weer een eenpuntsvraag. Veel korte vraagjes hier. Er staat dat het een evenwichtsreactie is, maar dat dat niet de oorzaak is van het feit dat het rendement lager is dan 100%. Dat moet je uitleggen. Bij een evenwicht reageert dus niet alles helemaal 100%. Je zou verwachten dat dat dan de oorzaak zou kunnen zijn van een laag rendement. Waarom is dat niet het geval? Het synthetisch gas wat niet gereageerd heeft, kun je in de fabriek recirculeren, opnieuw gebruiken. En in theorie zou je dan uiteindelijk alle synthetische gas, als je het aantal cycli doorgaat, om kunnen zetten in methanol. Dat gebeurt dus niet. En daarom is je dus niet de oorzaak, dus de evenwichtsreactie is niet de oorzaak dat het rendement onder 100% ligt. Nou, een logische vervolgvraag is, waarom komt het dan wel? Hoe kan het rendement dan wel lager dan 100% zijn? Moet je twee redenen voor noemen. Nou, er kunnen andere reacties optreden, dat noem je nevenreacties. En dan, als er andere stoffen ontstaan, ontstaan natuurlijk minder methanol uit het beginstof. En iets anders is, als je die stof gaat scheiden, dan zou je ook verliezen kunnen krijgen. Dat je niet uiteindelijk 100% methanol krijgt. Vraag 20 dan. Voor de hand liggende vraag, waarom is een endotherm proces duur? Dat levert maar liefst 2 punten op. Nou, bij een endotherme reactie is er voortdurend energie nodig. Het heeft ook het woordje voortdurend. En bij een exotherme reactie is soms ook wel energie nodig om het op gang te brengen, maar niet voortdurend. En energie kost geld, en vandaar dat dit duur is. Vraag 21. Hier moet je de temperatuurgrenzen aangeven waarbinnen zuivere, vloeibare zuurstof wordt gekregen vanuit de gasmengsel van 70 Kelvin. Dat wordt dan opgewarmd. Dus daarbij maak gebruik van GFZ-binas en je mag uitgaan van een standaarddruk. Nou, welke stoffen hebben we? Dat kun je uit dit vergelijkingsformijtje halen. Zuurstof, stikstof en argon. Die drie gassen. Gaan we van die drie gassen de kookpunten opzoeken. Binas zowel 40A staan die, dat zijn de GFZ-binas waar ze in de vraag op vragen. En dan vind je deze getallen, 90 Kelvin voor zuurstof, 77 voor stikstof en 87 voor argon. Nou, heb je dan een mengsel van drie vloeistoffen, en bij 70 Kelvin ligt onder het kookpunt van deze drie stoffen, je gaat dat verwarmen tot 77 Kelvin, dan gaat als eerste stikstof een vloeistof worden. Ga je door met verwarmen tot 87 Kelvin, dan wordt ook argon een vloeistof. En bij 90 Kelvin wordt zuurstof pas een vloeistof. Nou, tussen 87 en 90 Kelvin, dat zijn eigenlijk de twee temperatuurgrenzen. Daar vragen ze naar waarbinnen alleen het zuurstof vloeibaar is en de andere twee gassen niet. Dus 70, 80 tot 90 Kelvin is het antwoord op deze vraag. Kunnen we naar 22 toe. Hier moet je afleiden in welke molverhouding CO2+ en CO3+ in CO3O4 voorkomen. Je moet het antwoord noteren en ook een uitleg geven. Nou, wat is die uitleg?
Het zout moet natuurlijk in totaal een lading van 0 hebben. En je weet dat het zuurstofion, het oxidion, een lading van 2 min heeft. Nou, je hebt 4 van die O2 min ionen, dus de totale negatieve lading is 8 min. Dat betekent ook dat de totale positieve lading 8 plus moet zijn. En dat die 3 kobaltionen, dus uit CO3, een lading van 8 plus moet hebben. Nou, als je dan kijkt naar die lading van 2 plus en 3 plus, dan kun je wel bedenken dat als je 1 keer kobalt 2 plus neemt en 2 keer kobalt 3 plus, dat je dan op een lading van 8 plus uitkomt. Dus we kunnen de verhouding van 1 op 2 invullen. En wat er achter dat wand moet staan, dat staat hieronder. Vraag 23. Je moet de twee halfreacties gaan optellen. En de twee halfreacties zijn allebei gegeven. Dat zijn deze halfreactie en die halfreactie. Als je even om elkaar zet, nou, dan moet je natuurlijk bij zo'n halfreactie voor zorgen dat het aantal elektronen wat deze oxidator opneemt gelijk is aan het aantal elektronen wat die reductor hier afstaat. Dat kun je doen door die bovenste halfreactie keer 2 te doen. Dan komt er, als ik dat doe, op deze manier 8 elektronen hier links van de pijl en 8 elektronen daar rechts van de pijl. Dan kan ik deze twee halfreacties optellen. En dan krijg ik dit. Dus ik tel die 2O2, CH4 en 4O2- op. En aan de andere kant die 4O2-, CO2 en 2H2O. En dan zie je hier 4O2- staan en daar ook 4O2- staan. Hetzelfde voor en na de pijl. Die strepen dan tegen elkaar weg. En dan staat hier het antwoord. En dat komt dus neer op het verbranden van methaan. Gaan we naar vraag 24. Maar liefst 4 punten waard. Een rekenvraag. En dan moet je de verhouding tussen het aantal mol nikkelatomen en het aantal mol aluminiumionen in de katalysator gaan berekenen. En dan zit er ook nog bij, je moet het noteren als het aantal mol nikkel 1,00 tot een getalletje wat dan het aantal mol aluminium 3 plus is. Nou, gaan we even zoeken in die tekst. Wat staat er over die katalysator? Er staat 12,5 massaprocent is nikkel en de rest Al2O3. Nou, ga ik even uit van 100 gram. Dan heb ik 12,5 gram nikkel. En de rest, 100 min 12,5, dus 87,5 gram aluminiumoxide. Nou, die 12,5 gram nikkel kan ik naar mol rekenen door te delen door de molaire massa van nikkel. 58,69. Die vind je in die binas, dan nog 40,99. Dan kom je uit op 0,213 mol nikkel. Die 87,5 gram, die ga ik delen door 101,96. Dat kun je vinden in minus tabel 98 als molaire massa van Al2O3. Dan komt er uit 0,8582 mol Al2O3. Als je even opletten, vraag je naar het aantal mol aluminium-ionen. Dan kijk je naar deze stof, dan zitten er 2 mol aluminium-ionen en 1 mol Al2O3. Dus ik moet het keer 2 doen. Dus 2 keer 0,8528 geeft 1,716 mol aluminium-3+. Dat is het aantal mol aluminium 3 plus, dat zit in die 0,8582 mol Al2, vandaar keer 2O3. Nou, dan moeten we kijken, ik moet eigenlijk die opeenstellen en dan kijken hoeveel keer zoveel aluminium ionen heb ik. Dus dan ga ik het aantal mol aluminium, 1,716, delen door het aantal mol nikkel, die hadden we daar berekend. En dan komt er uit dat ik 8,06 keer zoveel aluminium ionen heb als nikkelatomen. Dus in de verhouding is dat 1,00 staat tot 8,06. Vraag 25 dan. Hier moet je twee reacties geven van stap 2 en stap 3. En gewoon even in de tekst kijken wat voor reacties ze bedoelen. Nou, er staat in stap 2 dat het overbleven methaan met een aanwezige CO2 tot synthesegas reageert. Methaan is CH4 en met CO2 dat wordt dat synthesegas. Het zal iedereen in de vraag voorgekomen, een mengsel van koolstof, monoxide en waterstof. Dus CO en H2. Nou, we moeten dit kloppend maken. Ik zie hier twee C'tjes links van de pijl, dus een C'tje daar. Dan gaan we even kijken naar het waterstof. Nou, als hier een 2 voor die H2 staat, klopt ook de waterstofbalans. Dus even bij stap 3 kijken. Dat betekent dat de rest van het methaan met water gaat reageren tot weer deze gas. De CH4 en H2O worden ook omgezet in CO en H2. Nou, als je dit kloppend wil maken, dan klopt de C en de O al. En als ik een 3 voor de H2 zet, klopt ook de waterstof. En dan hebben we hier weer 3 puntjes verdiend met 2 eenvoudige reactievergelijkingen. Laatste vraag. En je moet een mogelijke reden geven waarom methode 3 goedkoper is. En eentje waarom dat misschien niet het geval is.
Nou, dan staat hier nog verwezen naar tekstformat 1 regel 4 en tekstformat 2. Dus daar moet je ook een beetje naar kijken. Nou, te beginnen gaat het over dat endotherm en dat duur zijn. Nou, methode 1 is endotherm, dat is gegeven. Misschien dat methode 3 dat niet is. En dat kan betekenen dat methode 3 goedkoper is, omdat je minder geld en energie hoeft uit te geven. Tweede reden, nou, wat hier staat bijvoorbeeld in die tekst, is dat het proces alleen op laboratoriumschaal is uitgeprobeerd. En dat er meer onderzoek nodig is voor schaalvergroting. Nou, het kan natuurlijk zo zijn dat op kleine schaal het al niet zo gevaarlijk is, maar op grote schaal wel, dat je hele dure veiligheidsmaatregelen nodig hebt. En dat kan een reden zijn waarom methode 3 toch duurder kan zijn dan methode 1. Nou, er zijn bij deze vraag ook meer goede antwoorden te bedenken. Maar we zijn er nu klaar mee.